gelegen op een heerlijk stekje in Andijk. Een soort van hoekkavel op de splitsing tussen de Middenweg en de Dijkweg. Hier heb ik aan de Dijkweg op nummer 165 een bijzondere 200 kapwoning in de verkoop genomen. 200 kapwoning, zegt u? Ja, het is de helft van een stollenboerderij. Enorm veel ruimte in het huis. Veel woonoppervlakte, maar ook heel veel kuub inhoud. U kunt daar heerlijk mee uit de voeten wanneer u een groot gezin hebt. En dat geldt ook voor de kavel bijvoorbeeld. De kavel is 1400 meter op een heerlijke ligging, wat ik net al zei. Met een westentuinligging, de zuidenzon komt lekker naar binnen vallen. En u kunt daar bijvoorbeeld heel goed geschikt kleinvee houden. De eigenaar hebben nu twee geitjes rondlopen, wat kippen, wat konijnen, hond natuurlijk. Dus het is heerlijk als u van kleinvee houdt, kunt u hier goed mee uit de voeten. De stollup, daar is ook heel veel aan gedaan. Want bijvoorbeeld de daken, wat vaak een gevoelig punt is bij stolpen, dat is al vervangen. We hebben een isolatiedak op het voorhuis zitten. Het riet, het is allemaal tiptop in orde. En dat blijkt ook uit de bouwkundige keuring die ik heb laten maken. Die krijgt u altijd bij mij uitgereikt. Woningen ouder dan 10 jaar laat ik altijd van tevoren bouwkundig keuren. Zodat u als consument een goede eerste indruk kunt krijgen wat de plussen en de minnen zijn van zo'n woning. Nou, en daar kunt u goed mee uit de voeten. Een heerlijke ruime woning. Wat ik net al zei, veel woonoppervlakte, veel kuub inhoud. Zo heeft u bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5 slaapkamers sowieso. U kunt zelfs als u wilt gelijkvloers wonen. Want beneden hebben we een badkamer, is daar aanwezig. Een eenvoudige badkamer, wel ruim. En op de eerste etage is ook een badkamer, een nieuwe badkamer aanwezig. Voor de slaapkamers op de eerste etage. Dan hebben we ook nog op de tweede etage een soort van vierde. En die vierde, ja, uitermate geschikt om daar bijvoorbeeld een kantoor of een bureautje neer te zetten. Wat nu ook gedaan is, om lekker een werkplekje te organiseren. En het ziet er allemaal fantastisch uit. En dat komt ook omdat je natuurlijk een speciale architectuur tot je beschikking hebt. Zo hebben bijvoorbeeld hele hoge plafonds. Met name op de eerste en tweede etage. Heel veel zit je echt in het vierkant. En dan heb je hele hoge plafonds tot je beschikking. Dat geeft een heel fijn en ruimtelijk gevoel. Het zit er ook allemaal mooi afgewerkt uit daar hoor. In die slaapkamers en op die etage. Maar je kunt dus op diverse manieren met een groot gezin hier heel goed uit de voeten. De woning heeft 3 entrees zo in het huis. Aan de zijkant, achterkant en aan de voorkant. Via de hoofdentree, die trouwens eigenlijk alleen maar voor rouw en trouw wordt gebruikt natuurlijk. Kom je in de mooie hal en vanuit de hal kom je in de ruime woonkamer. Want het voorhuis, dat is eigenlijk alleen maar in gebruik op dit moment als living, als woonkamer. Er komt heel veel licht ook lekker binnen met die erker aan de zijkant. En als we dan doorlopen, dan komen we in de keuken terecht. Een keuken wat een overgang vormt tussen het voorgedeelte en het achtergedeelte. Want in het achtergedeelte bijvoorbeeld kunt u heel goed daar een grote stamtafel kwijt. U kunt een echte woonleefkeuken daarvan maken. Maar u kunt ook dat gebruiken als bijvoorbeeld die slaapkamer parterre. Of als kantoor bijvoorbeeld aan huis. Want alle ruimte is daar aanwezig. Daarnaast qua locatie ook helemaal top hoor, want het winkelcentrum is hier vlakbij op loopafstand. Hebben de supermarkt en de bakker en zo allemaal zitten. En hier achter mij ziet u het al, hè, het IJsselmeer. Ja, heerlijk, u kunt er zo naartoe. Ja, ik zou bijna zeggen kruipen. Het is echt aan de overkant van de woning. En dan kunt u hier op de dijk lekker naar beneden, zomers lekker gaan zwemmen, lekker gaan spelen. En dat is hier top geregeld. En daarnaast ook als u, laten we zeggen, met een hondje veel zou willen lopen, is er hier op de dijk, heb je heerlijk de ruimte om dat te doen. Daarnaast is ook het Streekbos, dat gaat weer richting boven Kaspel, is hier vlakbij. En dat is ook een heerlijk recreatiegebied. Trouwens, heeft u een boot? Heeft u een zeiljacht of een motorboot? Nou, hier in Andijk hebben we een eigen jachthaven. En daar kunt u prima daar uw boot aanleggen, aanmeren, moet ik zeggen. Ik heb geen verstand van boot, maar kunt u heerlijk aanmeren. Een heerlijke lokale vereniging is daar aanwezig bij de jachthaven. En dat is ook allemaal heel erg plezierig, naar ik begrepen heb, van mensen die daar gebruik van maken. En zo achter mij ziet u de statige kerk, gebouwd door de architect Egbert Reitsma, echt Amsterdamse school. Het is een soort van kathedraal die hier staat, waanzinnig in zo'n dorp als in Andijk. Maar wel heel erg mooi en prachtig om te zien. Nou, u kijkt erop uit, u kunt uw horloge erop gelijk zetten, zou ik bijna zeggen. Een heerlijke woning. We gaan de woning op een speciale manier in de markt zetten. En op mijn website hanverwijk.nl, de makelaars van connect.nl, de makelaars van Weerfriesland.nl kunt u zien hoe we dat gaan doen. Staat uiteraard ook op Funda. Iedereen krijgt de gelegenheid om te kijken, de interesse kenbaar te maken en eventueel een bieding uit te brengen.
Daarnaast, u krijgt na deze video-introductie een videovlucht. En ik heb met een Matterport-camera een VR-tour gemaakt. U kunt bij mij altijd woningen VR bekijken. U krijgt ook bij een bezichtiging een speciaal VR-brilletje mee. Zodat u ook nog eens thuis daar kan kijken en op een andere manier de woning beleven. Maar zo'n VR-presentatie kan je ook eens Google Maps een beetje doorheen lopen. Geeft een extra dimensie aan het bekijken van een woning. Ja, de toekomst, zeggen we dan maar. Een plaatje op een bijzondere locatie met een heerlijke kavel, veel ruimte. Een hele fijne woning. Ik vind ook blij dat ik hem in de verkoop heb. Want het is natuurlijk leuk om dit soort objecten natuurlijk te mogen aanprijzen. Bent u benieuwd hoe de woning er live uitziet? Doen wij bezichtigingen 7 dagen in de week, ook 's avonds en in het weekend. En ook hoe dat werkt, kunt u weer precies zien op de websites hamverwijk.nl, demakelaarsvormconnect.nl, demakelaarsvormfriesland.nl en uiteraard ook op Funda en op Remax. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de aandacht. Ik wens u een hele fijne dag vandaag. Mijn naam is Han van Wijk en ik ben van Remax. Tot ziens, dag.
naar.